Jan Kalter, welkom in deze strandstoel die alleen en speciaal is neergezet voor leraren. De eerste vraag, wat vind jij dankbaar aan jouw werk als leraar? Ik ben gymnastiekleraar in het PO. En ik weet wel zeker dat zeker 99% van de kinderen het een super gaaf vak vindt. Dat vind ik zelf ook. Dus ik vind het heerlijk om kinderen dingen te leren. En ik heb ze al vanaf de kleuters tot groep 8. Dus ik maak de hele lijn mee. Ja, en de dankbare gezichten en het enthousiasme als ze binnenkomen in de zaal is echt super. Het is helemaal mijn ding, maar ook het ding voor de kinderen. Dus we delen dat. Wat zit er normaal gesproken in je lunchtrommeltje als je pauze hebt, Jan? Ja, 2 boterhammen met kaas. Ja, heel traditioneel, in een plastic zakje. En wie maakt die boterhammen met kaas? Zal ik eerlijk zijn? Ja, doe ik zelf. Koffie, thee of melk? Cappuccino, we hebben een prachtig apparaat op school. En ik laat me verleiden door veel cappuccino te drinken. Ja. Jullie wel. Goed, wat vind jij van de erkenning die wij de leraar op deze manier willen geven? Ja, ik vind het een prima initiatief. De pers en de persberichten zijn er natuurlijk vol van dat het imago van de leraar op een laag punt zit. En ja, dat trekt mensen niet naar het vak toe, terwijl het echt een mooi vak is. Dus het stukje waardering wat nu ook door allerlei andere acties naar voren komt, lijkt me een heel goed initiatief. Dus dit initiatief lijkt me ook prima. En tot slot de vraag, waarom trots op Den Haag? Ja, Den Haag en zeker voor mijn vak. Den Haag, ik ben echt een Haagenees, dus Den Haag biedt alles. Die heeft natuur, cultuur, geschiedenis. Maar op sportgebied, Den Haag wil zich gaan profileren als sportstad. Dus er wordt van alles binnengehaald. De Volvo Ocean Race, het EK hockey, het beachvolleybal. Nou, daar kunnen wij allemaal deel van uitmaken. Maar het wordt ook gedeeld met de kinderen van school. Dus die kunnen ook participeren in die projecten. Dus ja, super. Dankjewel. Jan Kalter, applaus.